Ik heb namelijk de voorbije weken een beetje zitten kijken op Twitter. En ik ben daar een paar dingen tegengekomen. Ik zal jullie misschien eventjes het kaartje doorgeven. Ja. Het eerste gaat over K3. Er is iets bij van Klaasjes van Hanna. Maar Mart, jij mag het eerste voorlezen. Alsjeblieft. Het begint nog vrij oké, vind ik zelf. Oké. Er is maar één ding erger dan de nieuwe cd van K3. De voorlaatste cd van K3. Maar dat zal nog positief kunnen zijn, hè? Want dan zijn jullie eigenlijk in stijgenlijn bezig. Zo zou je het kunnen bekijken. Hè? Ja, ja. De volgende is voor Klaasje. Die is al iets, laten we zeggen, minder gezellig. Klaasje is zo dom. Die telde haar eigen vingers en bij 14 was ze de tel kwijt, Nederland. Hou jullie afval bij. Oeh. Hashtag Klaasje. Ik snap hem niet, eerlijk gezegd. Nee. Sorry. Dus eigenlijk bevestig je nu die tweet. Ja, ja. Ik zal hem nog eens voorlezen. Het is natuurlijk de eerste keer dat ik lees. Hè. Ja, Klaasje is zo dom. Ja. Die telde haar eigen vingers en bij 14 was ze de tel kwijt. Nederland, hou jullie afval bij. Hashtag Klaasje. Ah, maar er stond geen punt tussen. En geen komma ook niet. Daar, ja, heb je een punt. Ja, daar heb je een punt. Hanne, ja. Maar misschien eerst, Klaasje, wat vind je ervan? Ik denk vooral dat mensen die zomaar dingen op het internet zetten, vind ik altijd een beetje gek. Want dan denk ik, je kent de persoon helemaal niet achter de bekende persoon. Ik denk dat trouwens dat de persoon dat geschreven is dommer is dan Klaasje. Eerlijk gezegd. Ja? Oké, ik geef toe. Ik ging toen door een moeilijke periode. Sorry daarvoor. Oké. Hanne, ja. Deze is voor jou. Ik zie aan uw ogen dat... Ja. Ze zeggen dat K3 te veel hooi op hun vork nemen. Geen paniek, Hanne krijgt dat wel verwerkt met haar grote mond. Hashtag belachelijk groot, hashtag speleoloog. Eigenlijk komt het er gewoon op neer dat iemand vindt dat jij een hele grote mond hebt. Ja, maar dat is ook wel zo. Allee, ik heb ook wel een grote mond. Daar ben ik het niet mee eens. En ik, ja, als ik lach, lach ik heel hard ha 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 en dan heb ik wel een grote mond. Als je lacht, ben je Julia Roberts. Dus. Oh. Maar ik vind dat niet... Oh. Maar ik vind dat niet kwetsend, omdat ik dat ook zelf vind. Dat vind je niet kwetsend? Omdat, ja, ik op de duur? Nee, ja. Als je zoiets leest, op de duur zou je dat toch gaan geloven? Ah ja, ik geloof ook dat ik... Maar ik vind dat ik een grote mond heb.